Yo dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Tim en vandaag zijn we bij een groot bos, zoals jullie hier zien. En we zijn dus ook op een camping nu, voor een paar dagen. En ik en mijn zusje, en misschien dat mijn moeder ook mee gaat doen, we gaan in ieder geval een verstoppertje doen in dit heel bos. Gaan we proberen een beetje verstoppertje te doen, een beetje elkaar zien te vinden en zo. We gaan hier leuke video's maken en op de camping denk ik ook al een beetje. Laten we een verstoppertje gaan doen, maar eerst eventjes het bos verkennen. Oké, voordat de video begint wil ik eventjes vertellen dat ik weer terug ben op YouTube. Elke zaterdag ga ik uploaden, niet twee keer per week. Twee keer per week. Maar elke zaterdag gewoon om 12 uur. Als het af en toe niet een video online komt, ja, dan komt dan dat ik dat niet heb gefilmd en zo. Of dat ik eventjes geen tijd heb, dus dat zou ook wel kunnen. Maar ik ga proberen om weer elke zaterdag te uploaden, want we hebben ook bijna de 300 abonnees. Daar wil ik jullie ook super erg voor bedanken. Dus abonneer. Bijna 300 abonnees. En misschien dat we dan 300 abonnees special gaan doen. I don't know. We gaan het zien. In ieder geval veel kijkplezier naar het verstoptje in het grote bos. Veel kijkplezier. Niet alleen een roofvogel en buizen, maar ook een toren. We zijn nu al even een stukje aan het wandelen hier. En we lopen nu echt tussen de bomen door. Dus echt gewoon in het bos zonder een pad of zo. En straks gaan we, ik en Lisa gaan straks een verstoppertje doen. Ik denk oprecht dat het echt grappig gaat zijn en dat het heel leuk gaat zijn. Dus ja, ik heb daar wel zin in. Lisa, ja. Heb jij er zin in? Ja. Nice. Geocaching? Ja. Ik weet niet. Misschien. Maar dan moet je die app... Ja, misschien hadden we dat ook wel kunnen doen als dat hier is. Maar dan moeten we even via die app kijken. Maar ik weet heel mijn accounts, naam en zo niet meer. En wachtwoord en zo. Ja, ik heb het ook wel ooit opgeschreven, maar ik weet niet meer waar. Er zijn hier ook een heleboel bomen die hier een roze streep hebben. Echt een heleboel bomen met een roze streep. Ik heb geen idee wat dat betekent. Mama! Wat betekent die roze streep op die bomen? Misschien dat ze omgehakt moeten worden ofzo. Als jullie het misschien wel weten, laat dan eventjes weten in de reacties. Oké, ik en Lisa gaan nu een verstoppertje doen. Lisa heeft 10 minuten de tijd om in het bos daar, aan die kant, te verstoppen. En dan ga ik de tijd oplezen. Ik ga de tijd opnemen hoe lang ik erover doe. En daarna is Lisa de beurt, ja. En dan gaat zij en dan wie het snelste heeft gevonden, zeg maar, die heeft soort van gewonnen. We hebben niet echt een straf of zo, of een win ding, maar het gaat wel leuk worden. Ja. Dus let's go. Ik heb Tim's telefoon. Lisa heeft mijn telefoon om een beetje te filmen en ik heb Lisa's telefoon voor de tijd. Ja. Dus let's go. Rijopaard. Nee, go. Oh nee, wacht. Je moet hem even op 10 minuten zetten.
Go! Ik moet nu 10 minuten wachten hier op het bankje. Nog 9 minuten moet ik wachten. Oh, dit gaat nog lang duren. Ik moest 10 minuten wachten en ik ben nu al een minuut aan het wachten. En ja, ik verveel me nu al eigenlijk. Dus ik denk dat ik maar even een sideflip tussendoor ga doen. Even een sideflipje gooien. Ik zet de camera hier neer. En even een sideflipje. Wat doe ik? Ik ben noob. Shit. Ah, dit doet mijn pols nog pijner. Ik heb hem al gekneusd. Ik moet nog 4,5 minuut wachten. En dan kan ik, mag ik Lisa gaan zoeken. Oké. We mogen Lisa gaan zoeken. Ik ga nu even een tijd aanzetten. En de tijd begint. Ik ga Lisa zoeken. En ik hoop dat ik haar, ik denk, binnen 10 minuten vind. Zou wel leuk zijn. Dus de telefoon doe ik even in mijn broekzak. Even kijken, hij zit nu in mijn broekzak. Oké. We moeten in heel dit bos het gaan zoeken. Lisa gaan zoeken. Shit. Het is fucked up dat je nu moet gaan zoeken en dat je weet dat het een grote bos kan zijn. Het is ook wel leuk als je weet dat ze niet kan verstoppen. Dokus! Even kijken naar de tijd! We zijn nog geen minuut bezig. Of ik heb Lisa hier al gevonden. Ik dacht dat het wel goed was. Kijk naar mijn tijd, gast! Ik heb je nu al gevonden. Is mijn billen vies? Niet echt. Is mijn knie vies? Ja, ik ben uitgereden. Ik ging een sideflip doen en ik ging vol op mijn muil. Haarlijk voor je. Maar ik hoop dat ik je binnen 10 minuten vind. Ik heb je binnen nog niet eens een minuut gevonden. Tim, ik mag let's go. Ik dacht dat ik wel lekker. Goed zag, maar alleen het punt was dat daar, dat je me ook kon zien. Ja, daarom. Ik zag daar iets zitten. Ik dacht, gevonden. Ja. Ik was helemaal die kant gelopen en daar ergens bij de bosje. Oh, een beetje. Ja. Nu is het de beurt aan mij om te verstoppen. Ja. Ik hoop in ieder geval dat je me langer overdoet dan een minuut. Nou, volgens mij was ik al bij 5 minuten was ik al klaar. Dus het duurde echt super lang. Ja, dat snap ik. Nou, oké, nu mag jij zoeken. Ja. Oké, zet maar aan. Doei! Doei! Veel succes met mijn zoeken. Ja, gaat dank niet je. Lukken, niet eens binnen een minuut. Hoop ik. Oké. We lopen het bos en ik ga even. Ja, ik wil even één ding zeggen. Ik hoop dat ik Tim sneller vind dan Tim mij. Want het was nog ineens 1 minuut, maar ja. Ik denk dat hij ergens helemaal achter is naartoe gaan lopen. Maar dat weet ik niet zeker. Oh ja, ik kan niet zo goed vloggen bij de B. Dus dat is ook wel zoiets, hè. Nou ja, dat is. Ik ga nu nog 7 minuutjes wachten. Kijk maar. Dus ja. Het duurt echt een beetje lang. Daar heb ik eigenlijk geen zin in of zo.
En volgens mij ben ik vol hard geprikt door al die muggen die daar zaten. Ik zit ook om die takjes en zo. Ja, dat is niet zo fijn, maar ja. Ik ga nog even 6 minuten wachten. Ja, dus dat ga ik niet doen. Oké, Tim belt me, zeg maar. Oké, heb je het op luidspreker? Yes. Oké, je mag me komen zoeken, want ik ben verstopt. Oké, tot zo. Wacht even. Wat? Ik sta ook zo in de video, maar ik weet niet of je het kan horen. Ik wou sowieso eigenlijk ook eerder gaan. Maar oké. Nice. Ik kom. Yo. Doei. Doei. Oké, dat is mooi. Ik ga nu Tim zoeken. Oh, stop. Ik zet nu de timer aan, dus nu gaan we nu zoeken. Ik loop gewoon eerst even gewoon daar door het bos. Dus hier, ja, ik kan die goed filmen, maar ja. Oké, ik moet even goed zoeken, want ja, ik hoop niet dat Tim wint. Ik zet deze gewoon even uit, zo. Oké, ik krijg mijn telefoon niet in mijn zak op dit moment. Oké. Nou, we gaan eens even lekker zoeken. Kijk, hier is ook nog allemaal zulke bosjes, dus ik moet even goed kijken waar Tim kan zijn. Daar denk ik niet, want ik zie hem ook niet echt. Wat heeft Tim ook weer aan? Ik zie Tim al. Oké, wacht even snel die dingen op stop zetten. Ik heb er zoiets over, ja. Er moet wel een paar seconden zeg maar vanaf, omdat... Ja. Ik moet een paar... Ja, ongeveer gewoon, ja. Het is gewoon dit. Het is 1 minuut en 21 seconden. Maar daar... Wou ik zelf ook gaan zitten. Haha, lekker. Oh, het zit daar wel echt heel irritant. En mijn telefoon, de bestanden zaten in één keer vol. Dus ik dat soort filmen. Ook slim. Maar ik heb het dus, even kijken. Even. Slim? Wat kan ik daaraan doen? Kijk, zo lang heb ik erover gedaan. Ik heb de dus... ramp in benen. Oeps. Dus jij hebt gewonnen. Nice. Ik heb volgens mij maar 1 trainingsbroek bij. Boeit mij niet. En dan moet ik dit doen. Nou, ik ga even... Ja, doei. Joep. We hebben allebei nu een keertje verstopt. En ik heb gewonnen. Daar ben ik wel blij mee. Jij helaas niet. Maar het scheelde echt niks. Ja, het scheelde niet echt heel veel. Maar ik heb gewonnen. En ik hoop dat jullie deze video dus ook leuk vonden. Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Ja, maar dat wordt voor een andere video. Dus doe even een duimpje omhoog. Abonneer. Ja. En... Dan zie ik jullie bij de volgende video. En misschien dat er nog deze week de 300 abonnees kunnen halen. Ik heb daar nog maar volgens mij 8 volgers voor nodig. Dus allemaal volgen. Laat een leuke reactie achter. En bij de volgende video. Laters. Ah! Wat? Beestje. Oh, ik dacht er komt een gekke leeuw achter je aan of zo.